In de technische werkplaats hebben veel gereedschap en of meetapparaten vaak een opvallende en soms zelfs oneerbiedige bijnaam. Iedereen weet dan precies welk item bedoeld wordt. We hebben natuurlijk die old bagger, de rammeltave, de klotentang en natuurlijk ook de lepelaar. Na onze laatste video noemde iemand in de opmerkingen onze lepelaar een metalen vogeltje. Dat is toch mooi. Dat is pure poëzie. In deze video zien we ons metalen vogeltje weer voorbij vliegen. Een eenvoudige reparatie, maar misschien toch wel leerzaam. We bekijken een JBL Extreme draadloze speaker. Een populair speakertje en dat is niet zo gek, want er komt een heel vet geluid uit. Het is best een prijzig ding, dus zeker de moeite om eventjes naar te kijken. Eerst maar eens kijken wat het probleem is. Het apparaat schakelt na het inschakelen op de accu steeds sneller vanzelf uit. Dat duidt op een defecte accu. Dat komt bij deze toestellen veel vaker voor. Voor velen lijkt het door de rare vorm de hel om dat ding te openen. Maar angst is een slechte haas. Of was het nou een konijn? Geen idee. Maar ik ben nog niet bang voor de duvel. Achter dit compartiment zit de accu verstopt. Die gaan we eerst verwijderen. Ik gebruik mijn metalen vogeltje, zodat ik wat ruimte heb om de drie verstopte schroeven te verwijderen. Het is een beetje freumelen, want je kunt er allemaal maar net bij. Nu kunnen we het kapje vanaf deze kant een beetje oplichten. Let op! Het kapje zit nu nog met twee kliklakkertjes vast. Niet schrikken, door voorzichtig naar boven te drukken schieten ze vanzelf los. Kijk, als je het met gepast geweld doet, blijven ze mooi heel. Onder deze kap zien we de accu, die moet er dus ook vanaf. Nu kunnen we de kapper eenvoudig aflichten, maar let op, hij zit nog aan één kant vast. Hier zit de accu-indicator, die moet eerst los, anders breekt de flexkabel af.
daar zit altijd van die plakkerige zooi aan. Daar kan je mooi eventjes mee vastzetten. Dan zit hij niet meer in de weg. Wanneer je dacht dat je de accu er nu eenvoudig uit kon halen, pech gehad. De aansluiting zit binnen in het toestel. We zullen het toestel dus nog verder uit elkaar moeten halen. Aan één kant zit de kap vast met een klikkertje. Daaronder vind je een schroef voor de andere kant. Die moeten we verwijderen. En natuurlijk aan de andere kant zelfde laken en pak. Nu zetten we het toestel rechtop en kunnen we de kap er zo afbuigen. Niet bang zijn, want daar is over nagedacht. Er zit een soort van scharnier in de kap, dus hij breekt niet af. Nu moeten we één zijkant verwijderen om bij de connector te kunnen komen. Eerst deze schroef. Nu het toestel weer rechtop zetten en kunnen we weer aan het schroeven. 5 schroeven. Jongen, je zou er horendol van worden. Je hebt ook nog de Extreme 2, 3, 4 en Hupplepup. Die gaan ongeveer op dezelfde manier uit elkaar. Alleen hoef je bij sommige versies het apparaat niet helemaal uit elkaar te halen en kun je gemakkelijker bij de connector. Nou, die laatste heeft er geen zin aan. Dan maar zo. Zo, nu zien we de connector van de accu. Die is eenvoudig los te halen. Nou, daar gaat hij dan. Dat valt allemaal mee. En nu eenvoudig een nieuwe accu erin. Dat is simpel. Natuurlijk de connector weer even aansluiten. Gelukkig kun je er gemakkelijk bij. Nu kunnen we alles weer in elkaar schroeven en natuurlijk de kapper weer op. Dat kan soms wat gefreumel zijn. We beginnen altijd met de voorkant, want daar zitten wat nokjes die in elkaar moeten vallen. Natuurlijk de schroef weer even terugplaatsen.
even netjes dichtklikkerde klakken. En natuurlijk even aftesten. Heb jij een onderwerp waar je meer over wilt weten, kun je mij een mail sturen met jouw vraag of plaats je vraag gewoon hier onder de video. Was het voor jou ook leerzaam en wil je nog meer video's zien, abonneer je op ons kanaal door hier onder de video op abonneren te klikken. En klik je op het belletje langs de abonneerknop, krijg je automatisch een melding. Wanneer weer een nieuwe video is, heb je vraag of opmerking, die kun je daar natuurlijk ook plaatsen. Boom.